Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn team groen. Team blauw. Het is heel vroeg. Dus we praten een beetje zachtjes. Oh, het is 8:15. Aan heeft de potty al geleefd. Maar de meeste mensen zijn al gewoon wakker hoor, dus je kunt gewoon hardop praten. Echt? Wij zijn zelf nooit zo vroeg wakker, dat is het probleem. Dus wij denken nu dat het heel vroeg is, maar dit is gewoon normale campingtijd waarop iedereen wakker is. Echt? Ja. Ik ben net naar het toilet gelopen, het hele straatje zat gewoon al lekker voor de caravan. En normaal gesproken komen wij rond 9:00 een bed uitrollen. 9:30. 9:30 eigenlijk. Dus wij denken dat het nu super vroeg is. Is het niet? Oké. Nou ja, ik dacht zachtjes doen. Nelly heeft even de watertank gevuld. Het is altijd best wel een zwaar klusje. Want ja, eigenlijk doen we hem ook altijd best wel vol. Omdat je anders om de avondklap dat ding bij staat te vullen. Nou is het natuurlijk. Maar kijk, hier zit een randje. Hier ligt ook nog een sokje. Wij hebben geen idee of dit een schone sok is of een vieze sok. Dus daarom ligt hij hier. En dan laat je hem liggen en dan denk je dat je het ooit wel had weten. Maar ja, sokken op de camping zijn natuurlijk kostbaar. Dat weten jullie ook. Een schoon sokje. Een sokje? Maar in ieder geval, als die watertank dus vol zit, is dit best wel een obstakeltje, dit plankje. Er zijn ook mensen die hebben een kleine tankje genomen. Ja? Volgens mij wel. Oh, dat is ook nog een, maar ja, dan kun je hem ook minder vol doen. Ja. Ja. Wij gebruiken hem eigenlijk alleen voor handen wassen en zo, want het is gewoon watertappen altijd bij het punt. Ja, we zitten nu ook echt wel heel dichtbij een watertappunt. Dus nu pakken we echt het meeste uit die kraan daar soms, tegenover ons. Daar. Soms heb je natuurlijk een plekje met water. Ja, nou ik ga dat ding even optillen. Een hele bende water door de caravan. Komt het moeilijkste. En nu staat hij achteraan op dat ding. Dat is ook altijd zo grappig. Ik vind dit ook een warboel van slangen en draden. En, ja. Maar hij staat. Kijk maar zoals dit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dit is ook altijd zo fragiel. Ja. Als je hier per ongeluk je watertank opzet, dan is het kapot. Dan heb je geen watertank meer. Oké. Wij zijn onderweg naar de fietsenstalling. Of naar de fietsenstalling. Wij zijn onderweg naar de fietsverhuurder. En daar gaan we lopend naartoe. Het is in Gulpen. En dan moeten we dit paadje af. Daar loopt de Ali. En alleen maar rechtdoor naar mijn Gulpen. Dat is vanaf de camping. We gaan een elektrische tandem huren, dacht ik. En dan fietsen wij naar Valkenburg. Ai. Wij lopen op onze slippers. Dat is niet zo lekker. Maar ja, om nou je wandelschoenen aan te trekken. Dan zit je de hele dag in die wandelschoenen op een fiets. Het is ook een beetje warm. Dus we zijn in de op de slippers naar Gulpen aan het lopen. Nou, de tandem is klaargezet. Best wel een sportieve tandem. We hebben een elektrische gehuurd. Er zit ook een fietstas op. Nou, ideaal. Gaan met die banaan. Wij hebben al een klein stukje gefietst. Nou, het is wel even wennen hoor. Maar we gaan nu even koffie drinken.
En waar zijn wij eigenlijk? Hoe heet het hier? Ik weet het niet. Nee, geen idee hoe het hier heet. Maar wij gaan even koffie drinken. Volgens mij is het geen appel of zo. Oké, we hebben de tandem daar neergezet. Daar staat hij. Hoe heet het hier, mevrouw? Schinapgul. Schinapgul, oké. Oké. Maar daarnet, toen hebben we zo gelachen en eigenlijk hadden we het vast moeten leggen op camera. Stonden we bij een stoplicht. En stoplicht ging op groen. Ik zat nog niet op de fiets. En Nel die fiets zo weg zonder mij. Nou serieus. Het is een heel raar gezicht. Ja. Nou dames, wat mag het zijn? Zo, hier zijn wij aan toe. Aan een lekkere cappuccino. Echt, hè? Proost. Kadang. Uitzicht op de kerk. Ja. Een mooi plekje hier, hoor. Ja, het is hier heel rustig. Dat wel. Maar wel lekker. We gaan zo meteen naar het Valkenburg, daar zal het vast drukker zijn. Nou, dat weet ik wel zeker. Zijn we toch ook wel eens geweest? Ja. Een paar jaar terug. Maar niet. Rechtsaf en dan daarna 60. 39. Oké, dat is rechts. Ja. Hoppakee. Wij doen een fietstocht van 50 kilometer. Misschien wordt het iets meer. Oh, rechtdoor. Oké, kunnen wij? Ja, na deze racefiets kunnen wij. Ja. Oké. Prachtig. Dat knooppuntenbordje was zwart gemaakt. Maar volgens mij leek het een pijltje rechtdoor. Deze truc kan mislukken. Kasteel Oud Valkenburg. Oh. Fiets jij nou alleen weer op die tandem rond hier? Ja. Ik denk, waar ben je? Had je me nog niet gemist? Nee. Waar ben je geweest dan? Daar. Dacht dat jij achterop zat. Daar is de rand, maar dat is dicht. Maar dit is dus Kasteel Schaloen, lees ik net. Ik dacht van Oud Valkenburg. Kasteel Schaloen, ja. Maar officieel heet het dus Kasteel Schaloen. Steenkolenmijn. Kijk, dit is een treintje. Hier heb je nog een grot, de Mergelrijk. Wij gaan vandaag geen grotten bezoeken. Wij zijn vandaag op de fiets. Ja. Oh. Dit is een pittige klim. Hij staat nu op turbo, maar ik voel er vrij weinig van. Staat hij wel op turbo? Wow. Ja. Hij staat op turbo. Die meneer waar we de fiets van gehuurd hebben, die zei, jullie mogen hem alleen op turbo zetten als jullie een berg opgaan. Anders gaat de accu snel leeg.
Dus... We hebben geen lader erbij gekregen. Nee, we kunnen hem niet opladen. Dat is een beetje jammer. Dus als hij leeg is hebben wij een probleem. Ja, dat vind ik persoonlijk wel een beetje jammer. Want het liefst had ik hem de hele tijd op turbo gezet. Ja. Ik bedoel, het is volgens mij 30 graden nu. En ja, het moet toch ook een beetje ontspannen blijven, toch? En een beetje comfortabel. Maar ja, niks aan te doen. Kijk, als je een heuvel opgaat, ga je ook altijd weer een heuvel naar beneden. Dus volgens mij zijn we nu een beetje op het hoogste punt. Het is hier ook best druk. En dan gaan we nu lekker naar beneden toe. Dan moeten wij hiernaast niet fietsen. Nee. Oké. We zijn in, hoe heet het hier, IJsden? IJsden maar Graten. Ja. Een broodje brie besteld. Allebei hetzelfde. Ja. Ziet er goed uit. Ja. Wij kwamen langs een ijsboerderij fietsen. Wat heb jij gekozen dan? Karamel. Karamel? Lekker. Heerlijk. Zullen wij hier gaan zitten in de schaduw? Ja. Het is best wel heet. Of ik heb het nu best wel warm van de gefiets. Ja? Ik heb de kokos en Kinder Bueno. Ik heb iets met drank. Maar ze wist niet hoe het heette, maar dat maakt niet uit. De drank was altijd goed. Rum. Oh, dit is zo'n rumtaart. Lekker. Heerlijk. Wauw, mooi hoor. Nou, wij zijn eventjes gestopt. Nou, doe even normaal. Slaat stuim in hand. Wij zijn eventjes gestopt. Wij kwamen langs dit mooie punt. Een mooi vergezicht. Echt prachtig. We zijn in Epen inderdaad. En wat nou zo grappig is. Wij stonden vorig jaar daar. Bij dat restaurant. Ja, achter dat restaurant, daar zit de camping. Kijk, daar waar die koeien staan. Ik weet niet of jullie ze zien. Maar daar kijk je op, als je op camping Oosterberg staat, op de voorste rij, dan kijk je op die koeien uit. Maar dit is toch gewoon, dit is echt prachtig. Maar wij gaan weer verder. We hebben eventjes de tandem geparkeerd. Hier staat hij. De oude rakker. En volgens mij zit onze fietsroute er ook bijna op. Want we hebben nu 40 kilometer gefietst. Echt? En ik dacht dat het een route was van 50, maar het is een route van 42 kilometer. We hebben 40 kilometer gefietst. Ja, maar 42 kilometer, ik denk dat je dan in Epen staat. Dus dan moeten we ook nog een stukje naar Gulpen fietsen. Dus het wordt misschien wel iets meer. Maar we zijn nu toch bijna in Gulpen. Ja, daar zijn we dichtbij. Ja, oké. Okay. Maar dit was zeker de moeite waard om eventjes te stoppen. Ja.
Het is het allermooiste stukje Zuid-Limburg. Ja, vinden wij wel. De koeien hebben het ook warm. Die staan in de geul. Je loopt hier dus gewoon in het weiland tussen de koeien. En er zijn dus koeien die hebben verkoeling gezocht in de geul. Prachtig om te zien. Wij zijn weer terug bij de fietsverhuur. Dan wilden wij de fiets weer terugbrengen, maar hij is gesloten. Ja, die man die wil gewoon liefst vrij. Ze wil wel fietsen verhuren. Dus niet aan... Henk, wij zijn weer terug. Oh, oké. Okay. Ja, gaan we dat doen. Ja. Oké, okay, doeg hè. Blijkbaar moesten we dus aanbellen, Nel. Ja, bel even aan, zegt hij. Dan doet mijn collega open. Oké, nou, ik vind trouwens dat we het netjes hebben gedaan, want... Ik was eigenlijk bang dat de batterij leeg zou zijn als wij midden in de route zouden zijn, maar... We hebben nog 2 streepjes over. Netjes. We hebben hem best vaak ook op turbo gezet, vooral het laatste stuk. Ze zijn er weer. Ik ga nog even de fietstas leegpakken, ja? Gelukkig, er was toch iemand aanwezig nadat we gebeld hebben. Oh, wat heb ik het heet. Volgens mij is het 60 graden in de caravan. Echt hè? Ja. Nou, alleen maar koffie. En we hebben dit even opgehangen. Want in de zon kan je niet zitten nu. Ik ben even een pleed voor gehangen. Ik ga even boodschappen doen. Ik heb een haarband gekocht. Want ik heb allemaal zonne-eczeem op mijn haargrens. En dat doet best wel zeer. Het jeukt. Dus dit bandje, dat ga ik veel op hebben. Als de zon schijnt tenminste. Want ik heb het net eventjes gekocht. Ik ga boodschappen doen. Ali zit in de caravan. Die moest nog wat andere dingen doen. Dus, en ik heb de camera meegenomen. Dus vandaar. Ik ben even naast de caravan gaan staan, want voor de caravan is nog zon. Wij gaan eten. Kipkerrie. Ik heb al een uitje gesneden, een knoflook en de boontjes. Dinner is ready. Ik krijg er geen druppel limoensap uit. Dan is hij uitgedroogd. Echt hè? Nou, ik krijg het niet. Heb jij ook al aan de kijkers uitgelegd waarom jij die hoofddoek op hebt? Ja. Of wat ook. Is het? Hoofdband. Een hoofddoek. Een hoofdband. Een hoofddoekje, mensen. Heb ik gedaan. Ja? Helpt het? Nee, natuurlijk niet. Die pukkels heb ik al. Je bent te laat. Ja. Ja. Nou, dat is meestal, hè. Nou, eet smakelijk. Dank je.
Wij hebben vanaf het eten hebben we niet meer gefilmd. Nee. Maar eigenlijk hebben we niks gedaan. We hebben lekker gedoucht. En ja, gewoon lekker niks doen. Het is bloedje heet nog steeds hier. We hebben alle raampjes lekker opengezet. Horretjes ervoor. Waarom zit jij met de trainingsbroek in je nek? Nou, die moet ik nog even opruimen. Oké. Maar, Oké. Wij hebben een superleuke dag gehad. Ja. En het was echt heel leuk. Mooi weer. En wij hebben trouwens vandaag iets gezien. Dat hebben wij helemaal niet kunnen filmen, want het was zo ver weg dat... Als je het filmt, dan zie je het niet. Ja. Maar wij hebben vandaag iets gezien en dat is best wel bijzonder. Er vloog namelijk een zeppelin in de lucht. En dat was zo'n mooi gezicht, zo met die heuvels. En ja, zo'n zeppelin zie je natuurlijk nooit. Nou, die heb ik nog nooit gezien. Echt nog nooit. Nou, die heb ik volgens mij ook nog nooit gezien. Nee. Maar dat blijkt dus best wel bijzonder te zijn. Vorig jaar heeft hier... Volgens internet, we hebben het even gegoogeld, ook gevlogen. Maar je ziet wel vaker wat je zo'n beetje op internet ziet. Maar ja. Ongeveer één keer per jaar of zo, of om het jaar, weet ik. Maar ja, wat is nou eigenlijk de functie van zo'n ding? Inderdaad, dat vroegen wij ons dus vandaag af. Ja, wat is... Er zijn een meneer bij de AFAS en die zegt... Het is, ze doen het ook wel om reclame mee te maken. Maar hier stond niks op. Volgens mij aan reclame. Nou ja, we konden het ook niet zien, hè. Nee, het was ver weg. Maar wat ik zo kon zien, zag ik geen reclame. Nee, geen logo's of zo. Hij leek gewoon wit. Ja. Grijs, wittig. Maar het was echt heel mooi. Ja. Nou ja, wat is de functie van zo'n ding? Ja, vraag vervoeren, maar ja, dat wordt nu niet meer gedaan natuurlijk. Vracht vervoeren via zo'n ding? Dat stond op internet. Kon er vracht in vervoeren of zo. Hmm. Ik weet ook niet. Maar wij gaan nu lekker slapen. En wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende keer. Ja. Tot de volgende vlog. Ja. Doei.